mensen, je kijkt naar Spooky 611 en vandaag weer een nieuwe aflevering van... De Showdown. Hoe? Dirt Showdown. Goed zo, van Dirt Showdown online. Een nieuwe aflevering van... De Showdown. Maar dan wel online. Zei dat echt zo kwaad. Dat is echt De Showdown. Een beetje dikketje dap. Dutje dan. Hey, dit ken ik. De binnenplek. Daar ben ik al lang niet geweest. Nee, man. Oh my god. Deur 3, binnenplek. Helemaal mooi. We moeten de vlaggen pakken. Maar waar is die vlag? Beneden zeker. Nee, buiten. Pak die vlag. Iedereen gaat voor die vlag. Oh, iemand heeft de vlag. En er zijn twee plekken waar je hem kan pakken, die vlag. Oh shit. Nee. Hij heeft hem. Hij heeft gescoord. There's another. Oh fuck. Oh, what the fuck. Daar is de vlag. Yes! Yes! Ja, ik heb hem maar net. Oh. Welke kerel zat daar bij? Ik weet niet wie erbij me zat, maar iemand die zat dik achter mij aan te kutten. Wow! Oh. Ben je daar al? Kijk, ik was in. Oh, dat was mijn spoiler. Oké, okay, niemand pakt de vlag op dit moment nog. Oké. Okay. Nee, iedereen is aan het zoeken. Oh! Shit! Ja, ik heb hem. Pak hem! Ah! Net voor de finish! Pakt iemand anders hem. Oh, oh! Come on, get the flag. Oh shit, hij ligt daaronder. Oh nee, nee. Oh jawel. Waar is hij? Wel, beneden. Oh nee! Oh jezus! Hij heeft hem nog steeds! Oh, die heeft iemand anders hem. Ja, nou heb ik hem. Zie je heen gaan, jongens! Oh nee! Waar is de kutvlag? Wie heeft hem? Ja. Daar heeft hij. Oh, de vlag is vernieuwd ofzo. Oh ja, tuurlijk. Ja, de vlag is geveteld. Geveteld. Auw! No problem. Ha, hier is de vlag, Timo! Lalalala! Oh, what the fuck! Oh, nee! Nee! Lost it! Jongen, ik raam niet, dude! Sander! Daar kan ik niks aan doen! Jawel, jij reed achteruit op het moment dat ik langs reed. Ja, maar dat wist ik niet. Nee! Oh, Alien Hunter scoort! Nieuwe vlag, nieuwe kans. Ja, ik ga. Ja, moet ik wel aan mijn wielen terechtkomen. Oh, wat zo. Bel, dan maak ik even een 360. Wat ik niet doen! Ja, jongens. Nee! Ik heb hem weer! Ik heb hem weer! Go! Ja. Ik had hem weer! Holy shit, man. Oh shit, daar zit hij boven. Mr. Tuning heeft hem. Nee, waar gaat hij heen? Double points! Nee! Ah, poef! Ja, geef maar terug. Dank u. Daar gaat Timo! Nee, Timo! Yeah. Hij staat hier in één keer bovenaan! Jezus Christus! Ik heb gewoon op mijn laatste moment de vlag gepakt en jou ingehaald. Hoe fucking nice. Hoe nice dit, echt. Dit is echt fucking baas. Mr. Tuning in double points. Dus twee keer zoveel punten. Eén vlag naar de ding brengen en boom. Hij staat bovenaan. Ja, het is ook gewoon 300 verschillen, hè.
Geweldig dit, echt geweldig. Dat was echt geweldig, ja. En hoe je die vlag er alsnog bracht, want het was een botsing en je kreeg hem zomaar terug uit het niets. Oh my god, en ik dacht ik heb je, alleen toen ging je nog net langs mij en toen kon je hem pakken. Ja. Oh my god, en dan staat die jongen meteen eerste. Timo. Dikke baasactie. Holy shit man, dat was echt een baasactie. Oh, het is helemaal vol nu. Ze denken natuurlijk, wij zijn aan het opnemen. Dus meteen erbij. Ja. Oh, een eetbal race. Uh-oh. Mm-mm. Tum, tum, tum. Soms zit het tegen en soms zit het mee. In het geval van dit. Nou, ik ga voor de Kohler. Simpelweg omdat ik... die tow truck is net even iets te langzaam eigenlijk. Zo, die ene kerel die heeft nog een D-klasse. Level 1 D-klasse. Maar die is ook level 1, dus die gaat het denk ik niet redden. Nee, denk ik ook niet. Carnage! The Hooker Heroes. Oké. Eetbal, op wat voor baan? Op Bayshore Docks. Yokohama Freight. Fright. Ja, Fright. Oh, jezus. Nou. Welke auto heb jij? Ik heb een monster. Monster? Monster pick-up. Ik ook, jezus. Lekker geluidje heeft hij. Hey, what the fuck? Tuning. Nee, die persoon voor mij reed achteruit. Ja. Hallo. Hallo. Hoi. Ik ben op hem. Hey. Hey. Jezus. Ga nou eens aan de kant. Jezus, jongen. Nu zit ik ook in die kruising. Sta ik laatst hoor. Bam. Uh-oh, weer kruising. Boom. Hey, Mr. Tuning, je staat achter mij. Ik sta vierde ineens. Dank jullie wel. Oeh, ik ben bijna die bus geraakt. Oh. Au. Jezus Christus, wat is dit allemaal? Dit is de ultieme chaos. Hey. Kappen! Ik heb iemand kapot gereden. What the fuck? Ik zit vast aan iemand! Lol. Nee, ik ben dood. Ja, ik heb wel gereden. Dank je, team. Oh, ik kan gelukkig door. Dat wist ik nooit. Ja. Daarom leek ik elkaar. Nee, nee! Oh. Jezus. Ik werd gepit, mijn nerven. Voor de mensen wat niet weten dat de pitmanoeuvre is, rechts tegen de achterwiel aan het tikken, zodat je spint. Dat is een pitmanoeuvre. Wat gebeurt hier allemaal? Hohohoho, dat was jij hier. Nee, maar dat was ik niet. Jij zat voor mij. Ja, maar ik ging zo snel die bocht door dat ik bijna jou weer raakte. Zo, even mijn voorligger gecrashed. Wie staat daar dan, jongen? Yo. Ja, maar daar ga ik een stokje voor steken. Oh, er is een vlak achter mij. Nee! Oh, ik ben keihard aan mijn zijkant geracht. Laatste ronde. Fire of the game, hè? Part of the game. Ja, dat is eetbal. Je weet nooit wat er gebeurt. Bij die kruisingen vooral niet. Ik heb wat bij een eetbal wedstrijd gehad in de singleplayer. Dan reek ik de hele tijd laatste. Ja. En gewoon echt in de laatste ronde werd ik de eerste. Ja. Op buur omdat op elkaar. Nou, ik zit achter nummer 2, hè? Nee! Ik zit echt recht achter je. Kijk die dan. 257, 258, 258. Zweet helemaal op mijn voorhoofd, jongen.
Hier was spannend. Zo, 3-7, 3-10. Oh my god, er gebeurde echt zoveel. Op een gegeven moment was het totale chaos. Het was gewoon totale chaos. Yep. Wauw. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Ik bedank jullie voor het kijken, voor het abonneren. Druk op dat duimpje omhoog en support ons. En tot de volgende keer. Doei! Later.